Ja, en voordat we het programma definitief gaan afronden, gaan we nog even terugblikken op het afgelopen sportweekend. En dan niet zozeer om sportieve redenen, maar meer om medische redenen op het sportpark Harga. Met een gebeurtenis die plaatsvond op het terrein bij HBSS. En degene die daar maar meer over kan vertellen is Sjouke Lolkes, verantwoordelijk voor facilitaire zaken bij HBSS. En die hangt aan de telefoon. Sjouke, goedenavond. Goedenavond. Ja, Sjouke, om met de deur in huis te vallen. Het heeft te maken met het dames 1 elftal van HBSS, die afgelopen weekend een behoorlijk incident hebben meegemaakt. Kun je daar kort wat over vertellen? Ja, dat klopt. We hadden een aantal wedstrijden op de ochtend bij HBSS. De dames speelden uiteraard een jeugdteam onder 13. Die speelden tegen Sportclub Monster. En de dames waren net klaar met de eerste helft. Die hadden rust. En het jeugdteam was net weer begonnen met de tweede helft. Ik stond zelf zondag achter de bar en er kwam ineens de leider van het jeugdteam kwam in paniek naar binnen lopen. En die riep EHBO, EHBO. Nou, ja, toen dacht ik van oké, EHBO, ja, kan waarschijnlijk een zware blessure zijn. Dus ik vroeg aan hem, joh, wat is er aan de hand? Ja, nee, hartaanval. Dus ja. Ik liep gelijk dus naar de commissiekamer om de AED te gaan pakken. Alleen, die was al weg, want er waren inmiddels andere mensen gealarmeerd natuurlijk. En waaronder de dames, die sprinten echt naar het eerste veld toe. En hebben daar de situatie ingeschat. En gelukkig hebben de dames een aantal jaren geleden ook een cursus gehad voor de AED. Dus die begonnen gelijk met hartmassage en de AED werd er ook bij gehaald. Nou, ik checkte gelijk of 112 gebeld was. Dat was zo. Nou, op dat moment hoorden we de sirenes al aankomen. Dus de dames die zijn doorgegaan met reanimeren. En hebben dus door middel van de AED met de eerste schok het hart van de man weer op gang gebracht. Ja, dat is natuurlijk een harde klap wat je dan meemaakt. Ondanks dat het was een grensrechter van Sportclub Monster, hè, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Het was een grenzer van Sportclub Monster. En het was eigenlijk ook een vader, want zijn zoontje speelde in dat elftal. Dus die was daar aan het vlaggen, zeg maar. Ja, en dan gebeurt zoiets. Wat heeft dat met jullie als groep, als vereniging gedaan? Ja, helaas is het niet de eerste keer dat het bij ons overkomt. We hebben nu de AED al, denk ik, al 4 keer moeten gebruiken. Twee keer met succes. Dus ja, we zijn het toch een klein beetje gewend. Ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar ja, de dames ook, die hadden zoiets van, we hebben het leven van de man kunnen redden. En sterker nog, die zijn gewoon twee helft weer gaan voetballen. Tja, ja. Daar krijg je dan toch wel een beetje de rillingen van natuurlijk, hè? Zoiets dat het absoluut, om een sport had gebeurd. Ja, en ik heb zondagochtend heb ik zelf nog een persbericht richting lokale media gestuurd. Ja, wat er dan gebeurt, dan ontploft een beetje social media, de Facebook en Twitter. Iedereen valt daar natuurlijk overheen. En iedereen wil met de dames praten en wil het verhaal horen. Ja, alleen de dames die hadden zondagavond zoiets van, willen wij dit eigenlijk wel? Want die zijn ook s'avonds met z'n allen in de kantine bij elkaar gekomen om nog even het voorval met elkaar te bespreken. En het gewoon af te sluiten. Dus ze hadden nu zoiets van, het is voor ons nu helemaal klaar. Wij hebben ons werk gedaan, zal maar zeggen. En het is nu even helemaal klaar. Ja, hoe is het met de beste man afgelopen? Naar omstandigheden heel goed. We kregen zaterdag gelijk al door dat de man gedotterd is en dat er een stent geplaatst is. En vandaag heeft onze voorzitter nog even met hem gesproken. En als het goed is, wordt hij waarschijnlijk morgen of de dag erop ontslagen aan het ziekenhuis. Ja, in ieder geval geeft het aan dat eigenlijk bijna geen enkele sportclub meer zonder AED kan, hè? Absoluut niet. Nee. En ik wil dat ook echt benadrukken om, als je zo'n apparaat nog niet hebt, om echt aan te schaffen in openbare ruimtes en verenigingen waar veel mensen bij elkaar zijn. Het is absoluut een must om dat te hebben. En zorg ook dat je mensen getraind zijn daarin. Hè. Investeer daarin. Geef geld uit voor een cursus. Want je ziet dat je redt wel een leven ermee. Ja, Sjouke, ik wil jou hartelijk danken voor dit verhaal en voor de toelichting. En ook sterkte alsnog namens Waterweg Sport en alle collega's. En bedankt voor het verhaal. Dat zal wel lukken, dankjewel.
Ja, een heel bijzonder verhaal bij HBSS. Waarmee we ook deze uitzending van Watervegsport live gaan afsluiten. Het is nog steeds woensdag 22 maart. Ik bedank mijn gasten voor vanavond. Uiteraard ook de collega's van Pop-Up TV. En ik zou zeggen, tot volgende maand.